En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het armoedecijfer in Nijmegen is het hoogst in Gelderland. Wat vindt u daarvan? Slecht natuurlijk. Ja, dat is niet fijn. Ja, heel erg. Dat is schandalig, vind ik. We hebben toch een grote provincie en een rijke provincie. Maar ja. Ik heb in een maatschappelijke opvang gewerkt in Nijmegen. En ik denk dat Nijmegen heel goed zorgt voor mensen rondom de armoede. En dat het hier dan een hoogst is, ja... Ik kan me daar niet zo druk om maken. Ik denk dat het gewoon landelijk een probleem is. Slecht, ondanks een heel links college. Dus je ziet wel dat links niet altijd de problemen oplost. Vind ik. En hoeveel procent van de inwoners van Nijmegen denkt u dat in armoede leeft? 12%. Ik denk dat tegen zeker dat het 65-70%. Hier in Nijmegen, 60%. Zou het zijn 15, 20? Hoeveel is dat? 5,6%. Oh, dat is wel. Het gemiddelde in de provincie is 3,2. Nou, daar moet er wel wat aan gedaan worden. Zou de gemeente meer moeten doen om de arme mensen te helpen of zou de overheid dat juist moeten doen? Ja, ik vind dat Nijmegen een heleboel doet. Juist ook door mijn werk in de zorg, in het verleden dan in ieder geval, nu niet meer. Ik denk dat de overheid echt structureel moet zorgen voor het hele volk. En vindt u dat de gemeente hier in Nijmegen meer moet doen of de overheid om die mensen te helpen? In principe als eerste de overheid, maar ook de gemeente natuurlijk. De gemeente kan beter zien wat er aan de hand is als iemand in Den Haag. Ja, dat ligt er nogal aan. Van de overheid, er wordt al zoveel verlangd. Maar van de gemeente ook, dus ja, het moet ergens vandaan komen. Dat doen ze toch al? Maar nog meer dan dat ze nu doen, want ja, het is nog steeds redelijk hoog. Ze zijn het hoogste van Gelderland. Ik denk dat de gemeente heel veel doet. Ik denk dat dat aan de overheid ligt. Ik denk dat die andere plannen moeten gaan maken. En wanneer denkt u dat een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen een te laag inkomen heeft? Vanaf welk bedrag? Poeh, dat vind ik lastig. Ja, dan moet je wel rekenen. Zijn het mensen 2 verdieners? Dan moet je rekenen van hebben mensen zelf een huis? Dan wonen ze in de sociale huursector? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Omdat mensen met een huursector en een toeslagen, die hebben... Andere inkomens, die kunnen ook prima rondkomen. Als ze niet hun eigen broek omhoog kunnen houden. Ik bedoel, geen dak boven hun hoofd, geen eten en drinken. En gewoon niet mee kunnen doen in de maatschappij. En bij welk inkomenbedrag denkt u dat een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen wordt beschouwd als arm? Bij welk inkomenbedrag per maand? Ik denk minder als 1900. 1800 euro? Lachje weer. 2300. Oké, 2300, ja, is geen vetpot hoor. Nee.